Zo rechterhand. Zo. Maar die twee gevangenen, vertel daar eens wat meer over. Nou, die heb ik dus samen in huisje gezet. Aangezien de een kan praten en de ander niet. En ze komen uit hetzelfde gebied. Dus ik dacht zo van, ze gaan maar lekker samen in huisje. Ze hebben een bad, ze hebben een douche, ze hebben eten, drinken, bed. En ik heb gezegd van, zorg maar dat hij gaat leren praten. Want ik wil gewoon weten wie het is en wat hij te melden heeft. Nou, zullen we even heen gaan? Kijken of hij wel een paar woordjes kan zeggen? Ja, ik vind het goed. Oké. Okay. Ik vind het gewoon zo geniaal in wat voor huisje ik heb gestopt. Zo'n klein huisje. Gewoon een paar bedden erin gezet. Ik ga ze niet luxe behandelen of zo, weet je. Ik bedoel... Nee, dat snap ik. Het zijn maar gewoon gevangenen. Ja, dat is ook gewoon niet nodig, weet je. Ik bedoel... Ze komen hier. Ze hebben geen keuze. Nee, daarom. Ik ben benieuwd wat hij überhaupt te melden is en wat zijn stem is. Want ik ben toch wel benieuwd. Ja, het is raar dat je van iemand zijn stem natuurlijk niet kan horen. En hij is natuurlijk wel ontsnapt. Hij is wel vaker ontsnapt al. Hè? Dus we moeten daar goed mee uitkijken. Dat als we naar binnen gaan, dat hij niet denk ik bij de deur staat en dat hij eruit rent of wat dan ook. Moeten we er goed mee opletten. Ja, inderdaad. Moet ik zeker voor oppassen. Inderdaad. Het zou niet de eerste keer zijn dat die iemand door jou ontsnapt. Ja, yep, zeker. Goed, we zijn is er nog, bijna. Is nog ver? Of nee, het zijn er bijna. Het is hier naar beneden en achter de paar huisjes, daar is het huisje al. Dus kijken of ze wakker zijn. Nou, als ze niet wakker zijn, dan maken ze wakker. Oh, dan mag jij ze lekker wakker maken, joh. Kijk. Goed, achter dit huisje is het huisje. Oké. Even sprinten. Hallo, gevangenen. Hallo. Of moet ik zeggen, gevangen... Want er is er maar één. Jij zat hier de hele nacht zat hier met iemand die niet kon praten. Waar is die? Moet je nou zien? Er zit gewoon nog een gat in de muur. Wacht even. Dus jij wilt zeggen dat je hem niet hebt horen ontsnappen? Jawel, ik hoorde wel wat geluid, maar ik wist niet dat hij aan het ontsnappen was. Ik dacht dat hij in zijn slaap aan het praten was. Dus je denkt niet van je gaat gewoon even kijken ofzo. Ja, want hij praat een keer en dan denk je niet van wow, maar je gaat gewoon, je slaapt verder. Ik was moe. Wat? Ik vind het heel... Heb je enig idee waar die is of wat die, waar die kan zijn? Iets? Ik bedoel, what the fuck? Hij is gewoon weer ontsnapt. Misschien dat ik weet waar die is. Hoe bedoel je misschien? Wat? Vertel. Er is één plek en daar zijn jullie nog niet geweest. Bij het dorp bedoel je? Ja, bij het dorp. Bij jouw dorp is nog een plek waar wij niet zijn geweest? Bij mijn dorp, ja. En heb je het gewoon niet eerder over verteld? Nee, want dat is een... persoonlijke plek voor iedereen. Een persoonlijke plek, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, waar je de doden begraaft. Dus je wil zeggen dat er gewoon nog een begraafplaats is, of een herdenkingsplek? Een herdenkingsplek, ja. Kan je ons daarheen brengen? En snel? Je gaat ons erheen brengen, nu. Oh. Je gaat ons erheen brengen? Oké. Dan gaan we maar door hetzelfde gat naar buiten. Ik bedoel, dit is de... Jongen, hoe is dit kunnen gaan gebeuren? Ach, tuurlijk! Ja hoor, meneer die niet kan praten zet weer rare lettertjes neer. Ik ben er zo klaar mee. Goed, breng ons erheen. Ja, brengen jullie mij maar naar de uitgang hier. Jongen, kom maar mee. Hoe kan dit nou? Dit is gewoon de tweede keer dat je ons ontsnapt, hè? De tweede keer. Ja, de tweede keer al gewoon, echt. Maar ik vraag me ook af waarom je daar naartoe wilt. Is het hier in een cel hier opgesloten? Hij had helemaal geen spullen bij zich. Hoe kan je dit nou? Jongen. Ik snap hier helemaal niks van. Je weet dat hij niet kan praten. Dan hoor je rare geluiden in je slaap. En dan... Oh mijn god. Hoe kan je zoiets doen? Ik hoop maar dat hij er is. Maar als hij er niet is... Ja, Dan ga jij... maken we een leuke kamer van. Dus dan wordt het een martelkamer. Weet je wat? Dan mag jij in de cel waar hij is in zat. Wat vind je daarvan? Dat is geen leuke cel hoor. Nee, en ik denk ook niet dat wij daar heel vaak naar binnen zullen gaan, want een paar broodjes per week zal wel genoeg voor je zijn. Een beetje water, hè? Wow, 1 brood per maand. Ach ja, wat maakt ons uit als je dan doodgaat, hè? Nou, toch niks aan je. Maar heb je enig idee überhaupt wat hij in zijn slaap zei? Ik heb een paar woorden geleerd. Oh? Dat zijn echt de standaardwoorden die je bij een baby leert. Oh, dus je hebt hem wel iets kunnen laten zeggen? Ja. Daar ben ik wel blij mee om te horen. Dat is natuurlijk wel iets waar ik blij van word, maar... Dat is dan wel weer goed. Dat is... Ja, maar dat is nog... De ontsnapping... Ik snap hier zo niks van, hè. Hij kan niet praten, maar telkens kan hij ontsnappen. Elke keer opnieuw. Elke keer maar weer. Nou, hierachter is het dorpje.
Ja, laat jij maar zien waar we heen moeten. Ja, ik bedoel, kom maar mee. Ik weet niet. Alles is hier kapot zoals je ziet en we zijn ondergrond geweest. Er is verder helemaal niks. Dus, er is helemaal niks hier, alles is gewoon kapot gemaakt. Je lopen ons nou niet hier in een val te lokken of zo, hè? Nee, nee. Oké, ik weet niet, waar loop je nou heen? Ja, naar de begraafplaats. Een begraafplaats? En jij denkt dus dat die daar is? Dat weet ik denk ik wel bijna zeker. Is die begraafplaats hier boven op de berg? Ja. Wacht eens. Daar staat hij! Daar staat hij! Daar staat hij!